Hallo allemaal en welkom bij aflevering 72 van Het Ruige Huis. Dit wordt een grote griepepisode, vermoed ik. Want ik heb nog steeds de griep. Op dit moment kom ik in een andere fase in de griep. Ik heb al 3 dagen achter de rug, waarbij ik me wel steeds zieker en ellendiger begon te voelen. Maar nu komen er 3 dagen aan van puur afzien en koorts. En hoge koorts ook. En waarbij ik ook van alles aan huismiddeltjes uit de kast heb getrokken om ervoor te zorgen dat ik deze periode zo aangenaam mogelijk door ben gekomen. Wat hard werken is, kan ik je vertellen. Dus deze 3 dagen waren heel zwaar. Maar ook, wat kan ik ervan zeggen? Nee, ik kan er niks moois over zeggen eigenlijk. Het was gewoon zwaar. Het is toch, als je koorts hebt, dan voelt alles anders en ellendiger. En in mijn geval, ik had best wel last van hoge koorts. De hoogste temperatuur die ik heb gemeten was 42,1 graden. Dat was wel even schrikken. Het voelt heel oncomfortabel en het heeft wel een functie, koorts. Want juist doordat je temperatuur zo hoog gaat, kunnen ook je bacteriën en virussen aangepakt worden in je lichaam. Dus ik ben niet heel erg een grote medicijninnemer. Ik ben heel terughoudend met paracetamol. Juist ook bij koorts. Bij pijn kan ik het wat sneller nemen, maar bij koorts heb ik altijd de neiging om die niet al te erg te onderdrukken, waardoor ik het voor mezelf misschien niet altijd even makkelijk maak. Mijn man die snapt er niks van, maar zelf denk ik echt dat je koorts het werk moet laten doen. Maar het is niet fijn en de dagen gaan tergend langzaam voorbij, de nachten nog veel langzamer. Dus het zijn voor mij echt 3 dagen geweest waarbij ik me echt verschrikkelijk heb gevoeld. Gelukkig lag Loki bij me. En 's avonds ook heel veel hoofdpijn. Dus ik heb heel vaak met een koud washandje tegen mijn hoofd een beetje zitten wiegen aan de kant van mijn bed. Ik had een heel arsenaal aan middeltjes ter beschikking om ervoor te zorgen dat het proces van beter worden zoveel mogelijk ondersteund en versneld kon worden. En dat ik me zo comfortabel mogelijk zou voelen. Het begon uiteraard met gorgelen, want mijn griep begon met keelpijn. Dus ik heb heel veel gegorgeld. Ik heb ook heel veel mijn temperatuur opgenomen. Omdat ik elke keer wel wilde weten of de koorts ging stijgen of zakken. Heel veel gedronken. Als je koorts hebt, echt drink heel erg veel. Daardoor moest ik ook heel vaak naar de wc. Dus elke keer als ik even naar beneden ging, dan ging ik weer gorgelen en even mijn temperatuur opmeten. Koorts is weg. En een van de dingen die ik ook deed, dat heb ik wel 3 nachten achter elkaar volgehouden, is dat ik 's nachts sliep met uien in mijn sokken. Dat is echt een grootmoeders middeltje, volgens mij. Ik heb ooit gehoord dat dat ook helpt tegen de hoest. En ik hoopte heel erg dat mijn infectie niet die verkoudheidsinfectie niet naar mijn longen zou gaan zakken. Omdat ik iedereen steeds maar hoorde dat ze heel erg moesten hoesten. Ik heb ook uien in een sjaal tegen mijn lymfe aangehouden en naast mijn bed gewoon gezet om de lucht te zuiveren. Veel in bad geweest tegen de spierpijn, lymfedrainage, massage gedaan, vooral bij mijn lymfeklieren, want die deden zo ontzettend pijn van die lymfeknopen in mijn nek. Dus die heb ik heel vaak gemasseerd. Ik ben elke dag wel eventjes naar buiten gegaan, liefst op blote voeten om even te gronden en te aarden en wat frisse lucht binnen te krijgen. En even te luisteren naar de wereld om me heen, want je ligt zo in bed en in jezelf opgesloten. Geprobeerd om in ieder geval een beetje beweging te krijgen, ook al is het heel minimaal. Maar juist door die lymfe, als je alleen maar ligt, dan ja, lymfe, dat
dat heeft beweging nodig om in omloop te komen, zeg maar. Dus ik probeerde, ook al wilde ik gewoon in bed liggen, af en toe toch eventjes eruit en naar buiten en frisse lucht in mijn longen en even rekken en strekken. Ik heb heel veel thee gedronken, speciaal soort thee wat ik meestal zet. Of eigenlijk is het geen thee, maar het is een warm of heet water met citroensap, cayennepeper, gember, knoflook, honing, wat zat er nog meer in, kaneel. En dan zo heet mogelijk opdrinken om ervoor te zorgen dat je je systeem even een peut krijgt, zeg maar. En hier zit ik in een massageapparaat. Die heb ik vorig jaar voor mijn verjaardag gekregen van mijn schoonmoeder. Omdat ik altijd zo hard aan het klussen was en vaak spierpijn had. En in dit geval is het ook wel even heel fijn om gemasseerd te worden. Ja, en dan nu even een kleine intermezzo. Mijn man die was de hagedisjes aan het voeren. En is dat zo ontzettend leuk om te zien, vind ik. Die krijgen hier krekeltjes gevoerd. Die zien er een beetje wit uit, want ze zijn gepoederd met kalk. Maar hij heeft ze geleerd om naar het raam te komen als ze eten krijgen. En dat ziet er zo gezellig en tam uit. Dus dat moest ik er even tussendoor doen. Zodat je kan zien wat er in dit huishouden allemaal gebeurt, hè? Maar goed, zo kwamen we langzaam richting het weekend en krabbelde ik steeds meer een beetje op. Hoofdpijn heb ik nog steeds. Ik heb ook nog hoest. Veel snot in mijn voorhoofd. Voorhoofdsholteontsteking. Dus ik ben ook ontzettend veel zout water aan het snuiven. Loki die mag af en toe eventjes los naar buiten. Wel onder streng toezicht, maar ze zit niet meer aan een tuigje. We moeten ook wel leren om haar te vertrouwen. Ze is heel voorzichtig buiten. Maar goed, ja, op deze manier probeer ik weer langzaam een beetje op te krabbelen. En het lijkt alsof ik heel wat aan het doen ben nu in de border. Door je takken afknippen, maar werkelijk, dit heb ik nog geen 5 minuten volgehouden hoor. En daarna dacht ik, oh nee, ik ga toch maar weer even op de bank hangen. Maar het is gewoon zo fijn om je af en toe weer een beetje mens te voelen en het idee te hebben dat je deel uitmaakt van de wereld. Ik ben er weer. Het is vandaag dinsdag 21 maart. Ja, dag van de lente vandaag. Het is nog heel vroeg. Ik ben weer op. En aan de beterende hand. Ik heb gisteren ook weer gewerkt. Gistermiddag en gisteravond. Maar het doet nog wel rustig aan. Ik wilde toch nog even een laatste stukje aan dit filmpje plakken. Omdat ik nu al een paar afleveringen eigenlijk steeds van plan ben om iets te vertellen. Wat maar niet lukt. Ja, wat er steeds maar niet van kwam. En dat heeft met mijn werk te maken. En dat is voor mij best wel weer een grote verandering. En het moet toch een keer openbaar worden gemaakt. Dus ik denk, ja, dan maar nu. Mijn werk. Ik werk al bijna 23 jaar als keramiekdocent bij een instelling hier in de stad. En er is nu een hele grote verandering en transitie gaande. Die is al een aantal jaren aan de gang. Een paar jaar geleden, volgens mij was het toen 2019. Nou, het allereerste filmpje, het introductiefilmpje wat ik online zette hier. Dat ging over dat ik stopte al op kantoor als coördinator. Nou, het was dus in eerste instantie het kantoor wat te maken kreeg met die transitie. Maar anderhalf jaar geleden kregen we ook te horen dat het de docentenlaag ging treffen. En dat was ongeveer de tijd dat ik seizoen 2 begon. Dus dat ik bezig was met de plafonds te schilderen hier in huis. Dat ik begon met klussen hier in huis. Dus was december 2021. Toen werd duidelijk gemaakt van er gaat nu echt ook iets voor docenten veranderen. En dat gaat starten per 1
augustus 2023, dus komende 1 augustus. Op dat moment zeiden ze, nou, er komt nog 1 normaal bekend cursusjaar aan en daarna dan gaan dingen veranderen. En wat ze vertelden was allemaal nog vrij vaag, maar ik had er niet echt een heel erg goed gevoel bij. Maar ik was zo druk bezig met klussen en met verhuizen, dat ik dacht, nou, hè, ik wacht wel even af. Ik wacht het komende cursusjaar gewoon af. En afgelopen september 2022, toen het nieuwe cursusjaar weer begon, toen werd echt duidelijk en steeds concreter. Er zijn een heleboel docenten overleggen geweest en personeelsbijeenkomsten en Zoom-vergaderingen en van alles. Hoe het zou uitpakken. En ik vreesde al een beetje welke kant het op ging. Ik had daar een slecht voorgevoel bij. Maar het was nog erger. heel strikt en heel, nou ja, gewoon heel de inhoud van je baan verandert. En ze zeiden toen van, nou, hè, het is rigoureus, het is misschien ook niet voor iedereen, maar we vragen je wel te kiezen. En als je ervoor kiest, hartstikke fijn, maar als je er niet voor kiest, dan hebben we hier een vertrekregeling. En ik heb in september, oktober met heel veel mensen gesproken hierover. Het was voor mij echt wel een dilemma, want ik hou van mijn werk. Ik doe het niet voor niks al zo lang. Ik hou van mijn groepen en van het lesgeven. Maar ja, zoals de visie was, zoals het zou gaan worden, ligt zo ver af van wat ik voor mezelf wil. Het zou ook nooit een vacature zijn waar ik zelf op gesolliciteerd zou hebben. En dan om vrijwillig te beslissen, dan vertrek ik maar. Dat voelde zo tegenstrijdig. Dus ja, dat was een hele lastige tijd, mensen, afgelopen herfst, zeg maar. Maar uiteindelijk heb ik de keus gemaakt en heb ik besloten om de vertrekregeling te tekenen. En dat ik blijf tot 1 augustus. Ik maak wel gewoon het cursusjaar af, maar ik ga niet mee met de nieuwe transitie. En het lastige daarna was dat ik niks aan mijn cursisten mocht vertellen. Ik had geheimhoudingsplicht. Dus ik heb een aantal maanden les moeten geven, wetende dat het voor mij zou stoppen. En mijn cursisten, ja, het zijn zulke trouwe cursisten, die zitten soms al jaren bij mij op cursus. En die begonnen soms al over het volgende seizoen. Oh man, dat vond ik zo, ja, daar heb ik echt enorm last van gehad. En de afgelopen maanden waren daarvoor voor mij ook echt wel mentaal moeilijk. Maar goed, vlak voor de carnavalsvakantie heb ik het mijn cursisten eindelijk mogen vertellen. En ja, nu zitten we ongeveer in de laatste lessen van de jaarcursussen. Het seizoen is nog niet gestopt, maar de jaarcursussen die stoppen nu ongeveer. En daarna dan gaat er een fase in dat ik allemaal korte cursussen geef. Gisteravond heb ik les gegeven en toen heb ik van de maandagavondgroep een appelboompje cadeau gekregen met allemaal hele lieve teksten en kaartjes erin. Het was een appelboompje omdat ze ook een appeltje te schillen hadden met de instelling. Ja, het begint nou wat realistischer en concreter te worden dat het echt gaat stoppen. En ik weet nog niet wat ik hierna ga doen. Ik weet ook niet of ik blijf lesgeven, keramiek lesgeven, of ik echt weer die richting op ga zoeken, of dat ik echt iets compleet anders ga doen. Voor mij is het echt een hele grote verandering. Ik denk, jullie kennen me vooral als iemand die breidt en klust en lekker in de tuin bezig is, maar echt voor mij het allergrootste deel van mijn leven ben ik gewoon keramist en keramiekdocent. En het is raar om te beseffen dat dat misschien gaat stoppen of heel erg gaat verminderen of nou ja, in ieder geval gaat veranderen. Dus dat wou ik nog even kwijt. Dan weten jullie dat ook alvast. Het is bijna tijd. Anders ben ik over mijn 15 minuten heen en dan kan ik helemaal niet meer uploaden. Dus mensen, hele fijne week en dan zie ik jullie volgende week. Tot ziens!